Vorig jaar kermis was ik ook wel aan het vloggen. Jezus, ouwe. Ik kan veel hebben. Dude, ik spring uit de vliegtuig, want dit vind ik enger. Hij zit er echt in. Ah, spannend. Ik kan het dansje verder niet. Dus we gaan zwemmen, zwemmen, zwemmen. Hey iedereen, leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe vlog. Echt, af en toe beginnen die intro's van die vlogs echt raar te worden. Ik had het liedje van ACDA. Dat deuntje had ik in mijn hoofd. Ik dacht, nou, weet je wat? Let's open de vlog met dat. Was het leuk? Geen idee. Heb ik het geprobeerd? Wellicht. Maar welkom jongens, meiden, dames en heren, bij weer een gloednieuwe vlog. Een nieuwe dag met nieuwe kansen, met nieuwe situaties, met nieuwe avonturen. En avontuur ben ik wel aan toe. Dat klinkt heel heftig, maar dat is echt zo. Want ik heb de hele dag achter mijn laptop gezeten. Ik heb namelijk een probleempje met mijn mail. En ik ben er nog steeds niet helemaal achter waar het aan ligt. Maar ik krijg sommige mails van bepaalde klanten en zo niet binnen. Dus ik ben erachteraan gegaan om dat te proberen te fixen. Verder heb ik wat projecten afgerond van de afgelopen periode. Wat nog aangeleverd moest worden. Ik heb de vlog geëdit. En ik ga heel eerlijk zijn, ik heb lang niet alles gedaan. Ik wilde eigenlijk nog twee andere dingen afmaken. Maar ik had er geen zin meer in, joh. Ik was er klaar mee. Ik denk, weet je, we gaan lekker op pad. We gaan lekker naar buiten. We gaan iets leuks doen. Ik zou dus eigenlijk op dit moment onderweg zijn naar Jens. Maar Jens die gaat morgen naar een festival toe. En die is nu nog aan het werk. Die zou tot 10 uur werken en dan zouden we daarna gaan chillen. Maar die zegt, yo maat, ik ben echt even toe aan mijn rust. En zeker omdat ik morgen naar een festival ga, pak ik even mijn rust. En dan check ik elkaar ergens van de week alweer. Dus ik zeg, oké, prima, niks aan de hand. Maar toen dacht ik wel, ja, verdomme. Dus eigenlijk wel mijn planning voor vandaag weg. Ik heb namelijk zoveel werk ingepland omdat ik dus wist dat ik nog naar Jens zou gaan. Maar ja, dat is niet doorgegaan. Maar toen belde onze grote vriendin Aletta. We zouden namelijk met z'n drieën wat gaan doen. Maar toen had ik Aletta gegeven van ja, weet je, Jens die zegt net af dit en dat. En toen belde ze ook van, joh, maar wij kunnen wel wat doen. Dus ik zei, ja, is goed. Ik heb mijn spulletjes gepakt, mijn slaapspulletjes. En dan ben ik nu onderweg naar Aletta. Die is op dit moment klaar met werken. Ik denk dat ik er daar op haal. En dat we iets gezelligs gaan doen. Geen idee wat we überhaupt gaan doen. Maar ja, zoals jullie dus merken, het is al later op de dag. Het is nu 8 uur 's avonds dat ik de vlog begin. Het gebeurt niet vaak dat ik de vlog zo laat begin. Maar ja, weet je, ik heb ook wel eens de vraag gehad van waarom laat je dat werken dan ook niet zien. Ja, dat wil ik gerust wel doen. Maar heel veel meer dan achter de laptop zitten en editen en mails checken is het niet, jongens. Dus ik snap dat het misschien kan voelen van, hey, we hebben eigenlijk een soort van je dag gemist. Maar geloof me, dat is niet zo. Ik kan het even goed wel een keer in de vlog meenemen, hoor. Als jullie echt heel graag willen zien wat ik allemaal uitspook achter die laptop, laat het maar even weten in de comments. Dan zou ik een hele saaie vlog gaan maken over wat ik allemaal doe. Maar ja, voor de rest film ik dat eigenlijk nooit. En pas op het moment dat ik leuke dingen ga doen, pak ik de camera erbij. Het is trouwens ook echt stom. Jullie weten, voor de mensen die vaker de vlogs kijken, dat ik altijd een ketting draag. Met een klein cameraatje eraan. Dus een boerder-te-boerder ketting heb ik van mijn vader gekregen. En afgelopen weekend ben ik natuurlijk met Jens naar de kermis in ons dorp geweest. Mocht je die vlog niet gezien hebben, ga die zeker even checken. Dat was echt heel erg leuk. Maar toen zijn we veel te dronken geworden. En dan ben ik die ketting kwijtgeraakt. Er is niet reden voor een hele grote paniek. Want ik heb wel... We zijn na de kermis naar een afterparty gegaan bij mijn oom in het dorp. En ik heb op de foto staan dat ik daar die ketting nog om had. En daar hebben we andere kleding aangetrokken omdat we nat waren van het zwembad. En vanaf dat moment is hij kwijt. Dus ik dacht, nou ja, hij kan of daar liggen of thuis. Want daarna ben ik nergens meer geweest. Op die afterparty waren er 4 mensen. Dus ik denk dat hij nog wel weer een keer boven water komt. Maar ja, ik heb vandaag ook mijn best gedaan om die weer te gaan zoeken. Ik ben ook even bij mijn oom geweest om in de tuin te kijken. Maar ja, ik kan het gewoon niet vinden. Maar het is zo stom. Ik kan best wel emotionele waarde hechten aan materialisme. Zoals een kettingje, die heb ik dus van mijn vader gehad toen ik geslaagd was voor mijn middelbare school. En die heeft er toen helemaal speciaal een cameraatje aan laten vastmaken, zeg maar. Omdat hij wist dat ik van filmen hield en dat soort dingen. Die kettingje, die heb ik zo vaak omgehad. En nu ben ik hem gewoon in één keer kwijt. En dan baal ik van. En dan ben ik eigenlijk de hele dag al een beetje chagrijnig. Maar... ik weet het allemaal niet. Mocht je nou op mijn regio komen en deze vlog kijken en je vindt de boerder-te-boerder ketting met een cameraatje eraan, die is van mij. Maar ik ga er niet vanuit dat hij ligt of bij mij thuis of bij mijn oom. Dus die komt vast ooit wel een keer boven water. Maar voor nu is het tijd om een stuur te gaan sturen richting onze vriendin Aletta. En net wat ik zeg, dat ik er even ophaal bij de werk, denk ik. Of bij de huis, ik weet het niet. We zien het wel. Blijf leuk. Jezus, wat is het weer druk in de parkeergarage, jongens. Ik denk dat ik gewoon weer op het dak ga staan. Oh, wat een mooie plekje, jongens. En ik kwam er net achter. Ik heb er helemaal niet over nagedacht, maar het is kermis in Alkmaar. Dus ik vind het ook helemaal niet erg om op het dak te parkeren, want je hebt hier een mooi uitzicht. Dat is echt niet normaal. Ik ga het jullie even laten zien.
maar eerst de auto even parkeren. Dus ik zie het nog wel eens zomaar gebeuren dat we naar de kermis raken. Maar dat weet ik niet zeker. Jullie weten meer dan ik. Als we dat wel hebben gedaan, dan heb je dat in het voorstukje gezien. Zo niet, zo niet, zo wel, zo wel. Hoppatee. Zo, auto op het dak. Maar moet je kijken, hé. Ho, wat een uitzicht. Een typische Oer-Hollandse kermis. Ik zie een boer staan. Ik zie allemaal lampjes. Ik zie botsauto's. Ik zie spokenhuizen. En dit is ook eens een moment dat ik me besef hoe lang ik eigenlijk aan het vloggen ben. Want vorig jaar kermis was ik ook al aan het vloggen. En toen heb ik een vlog gemaakt, ook met Jens en Aletta. Ja, dit is ook gewoon weer een jaar terug. Hè. De tijd gaat zo snel, dat is niet normaal. Ja, het is wel een leuk uitzicht zo. Maar ja, uitzicht hebben we niet zoveel aan. Ik pak de lift naar beneden en dan gaan we Aletta even opzoeken. Alleen de lift hier, jongens. Altijd ellende. Ik ben altijd bang voor deze lift. Deze lift is precies 2 meter. Ja, dan krijg je dit. Nou, kijk eens wie ik gevonden heb. Het was lang zoeken, het was een heftige tocht. Bloed, zweet en tranen. Bloed, zweet en tranen. Nee, we zijn nu onderweg naar mijn auto, omdat ik mijn auto voor vannacht niet in de carpeton laat staan. Die kan gewoon bij Aletta in de buurt staan. Ze lopen even die kant op. Maar dat betekent wel, ik sta op het dak. Dan moeten we jouw angst... Moeten we... Aletta die is dus een beetje bang voor liften. Liften vindt ze gewoon niet zo leuk, vindt ze gewoon niet zo grappig. Maar je moet er toch... Ik ben geboren in een lift. Ja, dat wel. Maar dat is echt een lijfverhaal. Ja, gewoon in het ziekenhuis, in de lift, was op. Ja, ik wilde... Jij kon niet meer wachten. Nee, ik dacht... Je dacht, ik ga er nu uit. Ik ben er nu klaar mee. Oké, nou, ik hoop dat je niet zwanger bent. Niet bevallen in de lift, want dan hebben we nog een Alettetje die in de lift geboren is. Dat is toch hartstikke gezellig. Ja, kijk ook dit verschil. Jij kan hier gewoon normaal in staan en ik sta scheef. Zo, ik zie eruit alsof ik overreden ben door 3 vrachtwagens en vervolgens een bevalling heb gegeven, inderdaad. Nou, het is dat je het zelf zegt. Nee, is geen grapje. Nee, het valt echt wel mee. Nou, meisje toch. Het komt wel goed. Het is oké, ik mag er zijn. Het is dat je het zelf zegt. Waarom gaat hij niet open? Nou, we zijn er nog niet. Het is 5, hè. Het is ook warm hier. Wil je niet bewegen? Sorry hoor, maar stop met bewegen en ademen. Waarom gaat het niet open? Rennen! Je weet niet hoe snel het eruit moet komen. Nou, dag. Hey, dak! Hey, dak. Leuk. Ja, ik had hier, je had hier net perfect uitzicht op de kermis. Dat is echt lijp. Kan je al die lampjes zien en zo? Ja, nou, nu nog steeds. Ja, nu nog steeds. De kermis is je niet... Je had hier net echt zo mooi uitzicht. Het is nu weg. Het is alleen maar donkerder geworden. Nee, het is toch lachen. En we hebben net besproken dat we misschien wel eventjes kort gaan kijken straks. Ja. Gewoon alleen even kijken. Nee, echt. Ja, nee. Oké. Okay. Okay. Kijk nou, nu met alle lampjes. Dit is toch veel leuker dan net. Wat een verschil, hè? Wat een beetje licht kan doen. Maar ja, genoeg geluld, we gaan de auto in. Oh, jij bent er al. Hey. Hey. Wie ben jij? Timo. Oh. Timo heeft net iets leuks gedaan. Nee. Ga ik niet in de vlog. Oké, ga jullie een keer van het verhaal vertellen. Oh mijn god, er wordt getoeterd, we moeten aan de kant. Nou ja, Timo zat dus net op mijn terras, terwijl ik daar was met werken. En toen zag hij een heel knap meisje en toen is hij daar naartoe gelopen en heeft haar nummer gevraagd. En het klinkt niet of zij. Maar het is leuk, je had erbij moeten zijn, maar het was wel heel stoer van hem. En hij heeft het nummer gekregen, dus trots hè. Pure trots, dat was hem. Dag. Heb jij nog iets te zeggen? Oh, ik draai aan dat ding. Aletta wou het al eerder aan de vlog vertellen, maar... Oh, maar... Ik vond het ongemakkelijk, maar nu is het toch te laat. Ja, het is eruit. Het is eruit. Nou jongens, ik doe een beetje zachtjes praten, maar we zijn in de crib van Aletta Cold Queen. Lekker aan het viben geweest, lekker aan het chillen geweest. Aletta heeft zich even hoe noem je dat? Opgeschoond. En het is nog steeds mislukt. Ja, jij bent van mening dat het niet is gelukt. Maar jongens, laat even weten in de comments. Aletta. Nee, we gaan even lekker de stad dus in. We gaan even kijken op de kermis. En we gaan dus ook even meeten met Jens. We hebben hem toch nog over kunnen halen om heel even mee te gaan. Maar ja, ik ga niet s'avonds in de stad rondlopen met een camera. Zeker niet. Omdat we een paar drankjes op hebben en wellicht ook nog gaan doen. Dus ik neem de telefoon weer mee. De camera laat ik hier. We gaan Jens even opzoeken en dan een rondje op de kermis. Kermis. Tot zo. Nou, we hebben even een tussenstopje bij Jens. We konden Aletta even een ander blouseje aantrekken. Kon ik mijn truitje even droppen, maar Jens? Wat is de kans dat wij straks in de booster gaan? Oh, ik zei ik doe het. Ik ben nog nooit in de booster geweest. Niet? Nee. Ja, dat zei je vorig jaar ook, ik ben geweest. Wat? Nee, toen zijn we niet geweest. Nou, dan gaan we nu in de booster. Is goed. Goed.
plezier, jongens. Nee, geloof me. Ik ga niet de booster in. Ja, zeker wel. Nee, ik ben al in de booster geweest. Goed zo. Nee, Mike. Ja. Wat stellen wij voor jou? Het is heel slecht gefilmd, want het was heel zwaar. Je hebt je best gedaan. Ja, we hebben de kermis gevonden. We zijn onderweg. Jens die is weer Jens. Oh, wat de hel? Dit overkomt alleen jou weer. Doe eens heen. Koekoek. Oh mijn god, kijk dit gaan. De opslag van mijn telefoon is bijna vol, dus dat is een beetje kut. Ik denk wel dat we het gaan doen. En dan moet ik Arla vragen om te filmen, maar ik vind het doodeng. Wat vind je ervan, Timo? Ja, jezus ouwe. Ik kan veel hebben. Dude, ik spring uit de vliegtuig, want dit vind ik enger. En dan dacht je, jij bent lang. Maar dat apparaat. Ja, niet normaal. Nou ja, we gaan het zien. Oké, jongens, daar staan Timo en Jens. Timo en Jens! En Timo is echt heel erg bang. Echt heel erg. Het is 45 meter en hij is echt bang. Daar gaan ze. Even kijken waar ze gaan zitten. Oh, daar is ze. Hij zit er echt in. Ah, spannend. Hij wil er heel snel uit. En daar gaat hij. Dat was een beetje te doen. Ik sta nog steeds te trillen, hè. Ik vond dit doodeng. Ik zei tegen Jens dat we boven waren. Ik zeg, ik vond dit enger dan parachutespringen. Maar het was super vet. Het was echt heel vet. Ik heb een paar keer mijn ogen open gedaan en toen waren we op de kop. Ja. Nah. Ik zie Arma helemaal ons boven. Dan zie je ook maar een klein beetje. Wacht, nee, dat werkt niet zo, denk ik. Ja, weet je wel. Ja, zo. Ja. Zie je Arma zo. Ons boven. Zo. Maar ik ben blij dat we het gedaan hebben. Nou, daar gaan we. In het spookhuis. Ja. Ben je klaar voor? Ja. Klaar voor? Ben ready. Versen? Geen idee. Oh! Ah. Nou, daar gaan we. Oh. Jezus, nou nah, dat is niet eerlijk. Ah! Ah! Oh, we zien niks. Nee, Timo. Arlette! Ah! 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 Oh, oh, hey! Hey! Jezus staat daar. Oh, daar gaan we weer. Oh, de duisternis in. Oh, god. Oh, my god. Oh, my god. Oh, wow. Dat is echt een lul. Dit is echt een lul. Ja, we hebben het overleefd. Nee, dat je niet, man. Nee, dit is niet eerlijk. Dit is niet eerlijk. Hey, Timo en Letten gaan nu in de chaos. Die zie je hier achter. Ze zitten daar ergens. En ik ga er lekker niet in, want ik ben er misselijk van. Dus ik wens ze veel aan ze.
Ja, lekker rondjes draaien in de chaos. Is het nog leuk, Timo? Gaan ze. Zijn jullie misselijk? Wel. Ik zei het toch? Ik ga hier niet in, want ik word misselijk. Oh, kom maar. We hebben de hele ding. Beetje overleefd? Ja hoor, ik wel. Oh. Goed, het was prachtig.